De regering geeft grote prioriteit aan voedselvoorziening, voedselzekerheid en voedselveiligheid. In dat kader treft de regering verschillende voorbereidingen om de areaaluitbreiding van rijst te bevorderen. President Chandrika Prasad Santokhi zei vandaag tijdens de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2024 dat in het middenstandsgebied aan de rechteroever van de Nikeri-rivier er een uitbreiding van 11.000 hectare wordt gecreëerd. Het zal bijdragen aan het verhogen van de productie, verhogen van de export en meer inkomsten genereren om de economische groei te kunnen bewerkstelligen. Ook voor wat betreft packing facility wordt door het ministerie van LVV alle voorzieningen getroffen. En alle bermbeplanters die in Nikeri aanwezig waren, de voorzitter, ook in het kader van pest-free area, die hebben nu een stukje land om te zorgen dat zij ook de gelegenheid krijgen om hun producten zelf te telen en op de exportmarkt te komen. Hiermee hoopt president Santokhi dat de export naar het Caribisch gebied bevorderd kan worden. Daarnaast haalde het staatshoofd ook aan dat er mogelijkheden bekeken worden met staatsolie om grond vrij te maken voor rijstteelt. Met staatsolie wordt wederom de mogelijkheid bekeken van 5000 hectare ten behoeve van rijstteelt te Wageningen. En natuurlijk kijken we ook met de staatsolie naar ook droge gewassen, vee- en visteelt op basis van bedrijven die ze gebaseerd hebben op de productie van plantaardig product Azola. Ook suikerbedrijf, daarvoor hebben investeerders zich ook aangemeld. Dat wordt ook op dit moment verder begeleid door het ministerie van LVV en het MCP-gebied. De president benadrukte dat er meer investeringen komen in de agrarische sector. Hij geeft aan dat daarbij goed gecommuniceerd zal worden met het volk, zodat ook zij uit deze projecten kunnen putten.